Rusty Rostelli is uit de mottenballen getrokken. Hij reist weer met zijn variété-circus door het land en dat mocht hij gisteren komen promoten in de talkshow van Bo van Erve-Dorens. Aan het eind van de uitzending werd de presentator zelf ook nog even onder hypnose gebracht. Het voorstel van Rusty om Bo te hypnotiseren lijkt spontaan. Bo, het is mooi om te kijken wat er allemaal gebeurt, maar ik wil ook met jou iets doen. Bo, als we het kort doen, want het RTL-nieuws wacht. Rusty, ja, goede smoes. Bo, wat moet ik doen? Rusty, ik weeg 70 kilo. Til me omhoog. Bo doet het 2 keer. Rusty, je hebt me 2 keer opgetild. Als iemand je zou vragen of je het voor de 3e keer zou kunnen, wat is dan je antwoord? Als Bo bevestigend antwoordt, zegt Rusty weer, wat je 2 keer kan, kan je ook 3 keer? Niet alles. Dan begint Rusty met zijn hypnose, ik weeg 100 kilo, Bo. 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo, 1000 kilo. Ik ben vastgespijkerd op het podium. Wat je ook doet, hoe meer kracht je inzet om mij op te tellen, hoe zwaarder ga ik worden. Ik weet wat je misschien nu denkt, laat hem lullen wat hij wil, ik til hem zo omhoog, maar voor het eerst zul je merken dat er meer is tussen hemel en aarde. 1000 kilo. Ik ben loodzwaar. Til. Bo probeert het dan voor de 3e keer, zonder succes. Nou, het gaat echt niet. Ja, het gaat echt niet. Rusty daarna, zonder moeite ben je weer in staat me op te tillen. Je kan het weer. Til. Bo doet het moeiteloos. Nou, het is niet te geloven. Ik heb heel lang Uri Geller gepresenteerd, ik weet wat fake is, ik kon hem echt niet optillen. Thank you.